gaat niet goed met de koninklijke gaanderijen in Oostende. Het monumentale bouwwerk van Leopold II is momenteel zelfs deels afgesloten voor het publiek, omdat er brokstukken naar beneden komen. Het is nog altijd onduidelijk wie de gaanderijen uiteindelijk zal restaureren. De koninklijke gaanderijen vanaf het strand. Een iconisch beeld, bepalend voor Oostende. Maar van dichtbij oogt het minder fraai. Er komen zelfs brokstukken naar beneden. De oorzaak zou zijn dat dus de dakbedekking niet meer in een goede staat is en dus water doorlaat, waardoor dat de balken dus water nemen en dat dus de omhulsels naar beneden komen. De gaanderijen zijn ruim 300 meter lang. De stad liet een stukje van 30 meter bij wijze van proef restaureren en dat kostte 800.000 euro. Hier zijn we nu al de netten aan het plaatsen. We gaan ook steunders plaatsen, zodanig dat dus het veilig is voor de Oostendenaar, voor de toerist. Het overheidsmonument is meer dan 100 jaar oud en beschermd. Leopold II liet het bouwen. Hij wou ten eerste indruk maken op iedereen die naar Oostende kwam, maar hij wou ook vanaf zijn koninklijk chalet hier wat verder ongezien of gezien al naar gelang naar de Wellington renbaan kunnen wandelen. Maar hier flaneren is er niet meer bij. Kunnen we nog fier zijn over het gebouw? Kunnen we dat de mensen nog tonen als we zien in welke vervallen toestand? En als we zien dat het Museum voor Midden-Afrika van dezelfde architect Giraud, dat die ondertussen is opgeknapt en dat dat hier zo lang moet duren? Een nieuwe eigenaar van het aanpalende hotel zal het hotel en de gaanderijen in de toekomst moeten restaureren. Maar die eigenaar wordt nog altijd gezocht. We hebben met de proefrestauratie dus gezien hoeveel het ging kosten. En dan moet je keuzes maken of oplossingen zoeken in de stad. En dat zijn we nu aan het doen.